Deze put is 120 meter diep. Nee, hij is nou opgevuld. Maar in de zomer wordt hier koud water omhoog gepompt en in de winter warm water. En de energie die dat oplevert is voldoende om al deze gebouwen te verwarmen en te koelen. Maar hoe werkt het en hoe wordt het geïnstalleerd? Die pomp buiten maakt onderdeel uit van een ingewikkeld warmtepompsysteem. Hoe werkt dat nou? Nou, alle energie die buiten uit de bodem gehaald wordt, die komt allemaal samen in deze grote technische ruimte. En hier zorgen we ervoor met een warmtepompsysteem dat de energie die we buiten uit de bodem halen, dat die kan worden overgedragen aan het verwarmingswater in dit hele gebouw. Ja, maar dat lijkt me sowieso niet zo eenvoudig om zo'n heel systeem te installeren. Hoe werkt dat? Nou, het is inderdaad een vrij complex systeem. Daarvoor maken we best wel gedetailleerde tekeningen. En die geven we aan onze monteurs mee, zodat ze in de werkplaats, hier op locatie, al die stukken zoveel mogelijk al kunnen voorbereiden. Oké. Dus daar kan ik ook gaan kijken? Ja, natuurlijk. Dus, dit gaan we bouwen. Leo, jij bent monteur. Hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Beginnen bij deze kast. Die zijn precies de maten op locatie. En als alles erin zit, de kast, de pijpen, dan hebben we een proefopstelling, zodat er op locatie niks mis kan gaan. Kijk, dat is slim. En wat gaan we eerst doen? We gaan eerst buigen. Je doet dit nu pas een jaar. Daarvoor was je kok. Ja. Wat vind je hier zo leuk aan? Wat je hier zo leuk aan is, het is afwisselend werk. Je ontmoet veel nieuwe mensen. En het is gewoon lekker om met je handen te werken. Wat heb je nou nodig om een goede monteur te zijn? Inzicht, technisch inzicht en tweede grond. Nou, ik moet nog wel een beetje oefenen, maar het lijkt me wel echt een topberoep. Mocht ik nou klaar zijn met televisie, dan weet ik wat ik ga worden. Wilt u een warmtepomp of een zonnepaneel? Bel dan Putman Technische Installaties. Dank u wel. Dag.